Er is namelijk nieuws over de moord op Derk Wiersum. Ja, bekend geworden dat al weken voor zijn dood de advocaat in de gaten werd gehouden. En echt heel goed ook. Zijn straat, zijn huis, maar ook vluchtroutes daar in de omgeving van zijn woning in Amsterdam. Waar hij dus uiteindelijk op 18 september werd vermoord. Wiersum stond op dat moment kroongetuige Nabil B. bij in het proces tegen Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. Er werden volgens de politie 3 verschillende auto's gebruikt. Een witte Opel Combo. Dit is de eerste auto die werd gebruikt. En deze werd gebruikt als vluchtauto. Een gestolen Volkswagen Transporter, dat is deze. En ook een Renault Megane. En deze laatste 2 auto's die werden gebruikt om daar de omgeving in de gaten te houden. Ja, de politie wil natuurlijk heel graag meer informatie hierover. En mocht u iets weten over de inzittenden van die auto, of die auto's ergens hebben gezien rond 18 september, dan kunt u bellen met 0800 60 70 of u gaat naar www.politie.nl. Ja, Hans-Jaap, ik denk dan ook als iemand vermoord wordt zo, of 's ochtends vroeg, dan is het ook wel logisch toch dat hij een tijd in de gaten wordt gehouden? Ja, ik neem aan dat ze dat goed voor hebben bereid. Als je niet zeg maar bij gepakt wil worden, geen zelfmoordachtige aanslag, hè, dan moet je daar voorbereidingen voor treffen. Ja. En denk jij dat er nu dit duidelijk is, die vluchtauto's, kan dat iets helpen in ja, de zoektocht naar natuurlijk de mensen die erachter zitten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je mag hopen dat hier een oplossing komt. Want ja, ik weet van advocaten dat zij toch wel met veel meer zorg leven, ja, nu na deze dramatische dag.